Als ik iemand zou dissen, als het naar iemand was bedoeld, ik noem namen. Ik ga niet sneak dissen. Arik, man. Dit heeft gemaakt, is een beetje gek aan het worden. Ja, maar leuk, leuk. Goed, man, Tarik. Hoe gaat ie? Gaat rustig, moet je wel. Dat moet ik als eerst weten. TT zoekt geld. Standaard, man. Elke dag. Ja? Elke uur, elke minuut, elke seconde. Maar waar staat TT voor? Tarik? TT staat gewoon voor Tarik, ja toch? Geen andere verdere betekenissen. Maar er zijn maar twee T's. Dat maakt niet uit. Ik kan dat. Tarik. Zij begrijpen dat niet. Ja, echt hè? Het is next level. Jongens hebben me ook gewoon zomaar die naam gegeven. TT. Weet toch? Ja, toch? Goed, man. Maar ik ben wel benieuwd, want je bent wel een beetje nog een beetje mysterie, toch? Je bent opeens gekomen uit het niets, lijkt het. Je hebt superveel fans. Maar wat doe jij nou gewoon in een week? Gewoon, hoe ziet een doorsnee week voor jou eruit? Doorsnee week, even kijken, ik ben veel bezig met activiteiten. Ik doe gewoon mijn dingen, ik probeer rond te komen, brood op tafel te brengen. Ja, activiteiten. Veel activiteiten, ja toch. Maar zit je veel in de studio? Ook ja, dat zeker. Zeker veel muziek maken, ja. Dat is belangrijk toch. Dat is ook nu bij gaat werk worden, nu nog is het hobby. Maar ja toch, even kijken verder. Komt goed. En nou ken ik ken jou wel... Een beetje. Een klein beetje. Maar... In je tracks is het best wel straty, zeg maar. Weet je hebt best wel een boze flow ook, de teksten zijn ook boos. Wat is jouw drive, zeg maar? Waarom ben je eigenlijk boos? Weet je toch, het is de overheid, de justitie. Is bij ons in de buurt bijvoorbeeld afgelopen week 7 keer geschoten. Oh, nee, je weet toch, zulke dingen als je dat als elke dag ga je dat meemaken. Als een jonge persoon, een jonge allochtone persoon, die dingen ga je raken. Dat gaat je ook maken als man of als persoon. En die dingen hebben dat allemaal bij me, weet je toch, veel ervaringen, veel slechte ervaringen. Ja. Die hebben mij een soort een beetje boos gemaakt. En dat is ook, dat probeer ik te uiten in mijn muziek toch. Ja, precies. Echt als een uitlaatklep gebruiken. Uitlaatklep, ja toch. Okay, en zet je dan echt een knop om of maak je jezelf dan ook echt nog boos? Of? Die knop gaat om. Ja. En dan als ga je aan het gewoon. Ben, de knop gaat om, ik ben aan het spitten, ja toch. Maar je leeft nu echt zeg maar wat je rapt, zeg maar. Ja, zeker weten. Zeker. Maar kunnen we ooit vandaag bijvoorbeeld een love track verwachten? Of? Waarom niet? Je bent toch nu een artiest aan het worden? Ja toch? Veranderingen zijn nodig in het leven. Ja, veel mensen zeggen dat als je verandert dat het niet goed is. Ja, dat is goed, man. Ja toch, zeker weten. Dat nieuwe dingen, man. Aanpassen, ja zeker weten. Dan ben ik benieuwd, hè? Nou, zijn er best wel veel YouTubers, vloggers. En ben ik ook benieuwd naar Hansie's mening, hè? Ja. Die allemaal gaan rappen, wie vroeg mij liedjes gaan maken. Ja, man. Iemand vroeg dit bij Phonics ook laat. Wat vind je daarvan? Ik zie je al zichten, man. Je wordt er moe van. Vertel. Die arme man. Ja, je kent het ook een beurt toch? Ik zag het toevallig, maar zag ik op Google, op YouTube zag ik het. Zag ik arme man, zag ik die andere gasten. Snap King, allemaal rappen, maar... Wat vind je ervan? Van QC? Zou je iets zeggen? Ik mag erin komen. Nee, maar QC is wel... Kijk, je merkt het verschil. QC is gewoon echt een rapper, maar hun... Wat zijn hun allemaal aan het doen, man? Maar aan de andere kant, je weet toch, het is wel hun hebben veel, grote publiciteit, hè? Ze hebben met die vloggen veel publiciteit bijgekregen. Als ze dan daarnaast ook nog muziek gaan uitbrengen, voor hun is dat heel goed. Ja. En zeg ik je eerlijk, ze zijn misschien geen rappers, zoals deze boys, weet je. Maar ze doen het slim, omdat ze YouTubers zijn, ze hebben veel mensen. Ze gaan in één keer rappen, in één keer... Ze hebben al views. Probeer ze ook in het gaan, snap je? Maar of het echt rap is, wat ik graag wil luisteren... Zou je het opkomstliedje gebruiken? Ik zou het never als opkomstliedje gebruiken, never nooit niet. Ik heb wel dingen gebruikt, M's heb ik wel als opkomstliedje gebruikt, want die vond ik echt gruwelijk. Ja, ja. Welke heb je gebruikt? Het is een feit, ja. Goed. Hoe oud ben je nu? 18 jaar, ik word 19 volgende maand. Volgende maand? Je bent best wel jong. Ja. Wat hebben de mensen zeg maar in jouw omgeving, want je bent nog jong, zijn er mensen in je omgeving die hebben gezegd van Tarik, je bent rapper, je hebt talent, je bent nu goed op gang, je pakt views op YouTube, laten we het ook de goede kant op sturen? Elke dag. Ja? Wie zijn dat? Allemaal de jongeren in de buurt. Dus waar ik ook ben, met wie ik ook ben, ik represent Rotterdam-Zuid. Waarom? Die jongens representen me ook elke dag. Ze supporten me. Rotterdam-Zuid toch? Ik heb niet veel bij te zeggen. Ja. Klopt man, ja, ik bedoel, ik was zelf ook een keer in Rotterdam-Zuid. Je was een keer. Ik was een keer daar. En de eerste week die ik daar tegenkwam, dat is toch wel Tarik. Hij is er ook echt. Hij is er ook tegenwoordiger. Goed. Wat is je grootste irritatie aan zeg maar, in je baan als artiest, zeg maar, hetgeen wat je doet? Wat is het meest vervelende waarvan je denkt van, dat kan net goed weg. Als ik zeg maar iets, als ik muziek maak en ik hoop dat ik zeg maar iets zal bereiken, iets heel hoogs en het eindstand niet... gaat zoals dat zeg maar het publiek niet zeg maar... Niet het publiek, gewoon dat het niet aanslaat bijvoorbeeld. Of okay, dat het, okay. Je weet toch, dat irriteert mij het meest. Heb je dat ook, Hansie? Of? Nee, wat ik echt een
erge hekel aan heb, is als het gewoon niet lukt in de studio. Als het gewoon even, als je met een blok zit of iets komt niet zoals je het in je hoofd hebt, begrijp je? Ja. Dat, daar heb ik echt geen hekel aan. Dat kan mijn hele studio sessie verpesten, weet je. En die vibe moet gewoon goed zijn. Oké. Nou ben ik benieuwd naar een bepaald stukje van jou, hè. Je hebt laatst met Choose Media een 1-1 bar sessie gedaan. Een hele vurige. Hele vurige. Je weet misschien wel welk stukje we het over gaan hij hebben. Hij kijkt, hij weet. Laten we even een kijkje naar nemen. Hey, mijn bitch is stout net Latifa. Shoes, Arabi heeft stamina. Waarom doe je biggie met je platina's? Pussy boy, noem je vagina. Atlas Leeuwen, Noord-Afrika. Je moest lang rennen voor die platina. Je kan niet bang hoor je vakken zeggen hoor. Je bang, zeg ik daar ik ga. Wacht broer, want die fucking hoeren doen veel te toer. Maar nu ben ik er. Af en toe krijg ik fucking snoe. Ga ik naar hem toe en dan heb ik er. Dit bedoel ik, die sessie maakt me weer boos. maar is dit naar iemand gericht? Had je hier een idee het bij? Is naar niemand gericht. Als ik, veel mensen zijn van de buurt, uit de buurt, in de rap. Als ik iemand zou dissen, als het naar iemand was bedoeld, ik noem namen. Ik ga niet sneak dissen. Ik ben man. Ik kan tegen, als ik er iets niet tegen kan, ik zeg het gewoon live in je gezicht. Ja. En waar ik ook mee zit, is dat ik niet op social media ga proberen iemand zijn aandacht te proberen te pakken. Ja. Of dat ik daar stoer ga lopen doen op social media. Ik hou liever gewoon face-to-face een gesprek aangaan en kijken wat de fouten zijn en hoe we het kunnen oplossen. Ja, ben ik. Precies. Dus mensen hebben eigenlijk meer echt een verhaal eromheen mensen gemaakt. Ze hebben een verhaal eromheen gemaakt. Ja, als ze het zo willen bevatten, vatten ze het maar zo op. Maar ik heb gewoon meteen gedaan. Het was wel een beetje... Wat was het verhaal dan? Ja, zeg maar, je hoort in de tekst hoor je platina. Je hoort bang bang. Ja, maar kijk. Als je denkt aan bang... Het was naar een jongere, ja? Een rapper Boef. Oké. Okay. Het was wel naar hem gericht. Oké. Okay. Nee, dat zeggen mensen. Oh, dat zeggen ze. Okay. QC heeft toch ook een platina of goud gepakt? Ja. Dus elke keer is toch ook weer niet naar QC bedoeld? Veel rappers hebben platina gepakt. Waarom bedoel ik niet hun en per se hem? Ja. En wat die ander heeft gezegd, dat heeft hij gezegd. Weet je toch? Daar heb ik niks mee te maken. Oké.